Meer dan 70 bedrijven en een aantal ambassades hebben in de verklaring van Paramaribo aangegeven tegen discriminatie van de LGBT-gemeenschap te zijn. Deze verklaring is gisteren ondertekend door Greg Quinn, de niet-residerende ambassadeur van Engeland voor Suriname en de Vereniging van Gay Professionals in Suriname, Parea. De ondertekening vond plaats op het kantoor van Parea. Quinn wil dat met deze ondertekening LGBT'ers worden behandeld zoals alle andere burgers in deze maatschappij. En dat zij ook dezelfde rechten hebben als alle anderen. Raoul Franker, secretaris van Parea, legt uit dat de verklaring van Paramaribo van groot belang is voor de LGBT-gemeenschap. De verklaring van Paramaribo is eigenlijk een document dat is opgesteld waar wij eigenlijk aan bedrijven dat aanbieden. En daarmee, als ze dat ondertekenen, geven ze aan en committeren zich eraan dat ze zeg maar, gaan zorgen dat hun werkomgeving discriminatievrij is. In het bijzonder discriminatievrij tegen LGBT'ers. Waardoor LGBT-werknemers zich daar beschermd door voelen. Dat als er zeg maar, iets gebeurt op de werkvloer, ze weten dat ze zeg maar, de leiding van het bedrijf eigenlijk achter zich hebben en daar dus terecht kunnen om beschermd te kunnen worden, net als elke andere werknemer in het bedrijf. Maar ook voor de klanten van het bedrijf is het eigenlijk een signaal dat het bedrijf niet discrimineert en dat je dus ook als LGBT'er daar welkom bent. Deborah Shakshi, managing director van Parea, zegt dat LGBT'ers nog altijd gediscrimineerd worden op de werkvloer. Volgens Franker wordt de organisatie zelf met dergelijke gevallen geconfronteerd. Het gebeurt vaker dan we zien. Het zijn ook hele subtiele dingen. Dus mensen die geen promotie krijgen waar anderen het wel krijgen. Of grapjes, zogenaamd, waardoor mensen zich niet prettig voelen op de werkvloer. Of verhalen die ik zelfs heb gehoord dat mensen eruit worden gewerkt omdat het duidelijk is dat ze LGBT zijn. Ik wil ook nog even toevoegen dat discriminatie op basis van seksuele oriëntatie bij wet verboden is. Maar het gebeurt nog heel vaak dat ook op scholen, ook op de werkplek, dat mensen gepest worden. En dat mensen uiteindelijk zelf besluiten om weg te gaan. Omdat ze het gewoon niet meer volhouden om daar te werken onder die omstandigheden. En we hebben ook een bedrijf dat ons benaderd heeft waarbij ze weten dat een werknemer gepest werd. Maar ze wisten niet wat ze er tegen konden doen. En wij gaan dus met dat soort bedrijven kunnen wij kijken, oké. Dit kunnen wij zeg maar, bespreken met jouw werknemers, kijken of we de situatie kunnen verbeteren of het onbegrip kunnen weghalen en dat soort dingen. En bij het ondertekenen van die verklaring geeft in ieder geval de leiding van het bedrijf aan dat ze de omgeving zeg maar, discriminatievrij willen hebben en het is een signaal naar alle werknemers toe. Met de verklaring van Paramaribo hoopt Parea Suriname dat LGBT-werknemers beter beschermd worden. Shakshi is van mening dat werknemers die zich goed voelen beter produceren. Dit komt niet alleen de werkgever ten goede, maar ook de maatschappij.